opening mee. En ik twijfelde nog. Volgens mij vorige week of zo kwam ik mee. Nou, ik neem wel wat mee. Welkom bij de pack opening. Ja, zeker. Ja. Vandaag hebben we Anniversary Rarity Collection. Want Yu-Gi-Oh! Bestaat 25 jaar. Blijkbaar. Zo lang al? Ja, de vorige DLC deed ook toch ook die 25 year... Anniversary... Shit, sorry. Nee, was wel vet. Kan niet verder naar voren. Nee. Maar ik kijk van een afstand. Out of an angle. Die gaat goed, hè? Ja, die plastic wil echt vies tegenwerken vandaag. Oh, zal ik het vullen maar pakken voor de... Dat is misschien handig. Oh, die box die voelt wel lekker, hoor. Wel? Ja, moet je maar even voelen. Oh, wauw, nee, die voelt... Dat is inderdaad... Het is niet een normale box. Paddy! Maar kan een doos voelen? Ja, jij mag wel een doos voelen. Oh. Ja, het voelt anders dan een doos, maar vind je niet. Nou, dankjewel. Oké. Je moet toch snuiven, dat deed je altijd. Ja, de doos snuiven ruik je niet zo heel veel. Zeg, het was dan ruik je monies, dat is wel een goede vraag. Zou ik voor de gaan even een card market lijst erbij pakken? Ja, dat is jouw area of expertise. Nou, het blijft ook gewoon zitten. Hij werkt heel erg tegen. Betekent dat dit goede kaarten erin zitten? Oké. Okay. Ik ga wel even kijken. Waarom ben je niet? Paddy is al aan het kijken. Met de knap. Oh, die pakt gewoon Oké, nee, dan is het goed. Dan gaan we de packs zo... Nou, we hebben het doosje wel gezien, toch? Schrijf het gewoon aan de kant op. Gaan we eerst met de rechterkant beginnen. Goed. Zoals gewoonlijk, even kijken hoor, want waar is het midden? Hier is het midden. Oh, yes. Oh ja, ik ben een beetje... een beetje onderuit gaan zitten. Ja, maar ik moet ook die kaarten goed op dat ding krijgen. En dan moet ik even zo zitten. Kijk. Het zijn allemaal glimmende kaartjes. Daar houden we van. Triple Tactics Talent. Effect Failer. Die is wel... dit is volgens mij Starlight Rare. What? Junk Speeder. Kijk, en dat herken je omdat die hele kaart, die glimt. Oh ja, wauw. Dus dit is een Starlight Rare. Ik dacht dat het Er zitten aardig wat hits tussen. Ja? Wow, deze is fucking vet. Deze kaart. Ja, vind ik ook. Dus, hoeveel is die waard? Ja, dat duurt even, want er zit heel veel shit in. De welke? Junk Speeder. Starlight Rare. Dan ga ik ik zoek gewoon even junk. Dat duurt nog wel even. Lone Fire Blossom, die is goed. Oh, ik heb er één te veel gepakt. Change of Heart. Oeh, dat is mijn favoriet. Die kennen we nog. Ja, die is echt. Dat is wat toen Yu-Gi-Oh! Nog cool was. 1 euro. 1 euro. Oh, ja. Maar hij is wel heel cool. Change of Heart is wel vet. Change of Heart is ook zeker die vet. Die is limited blauw, toch? Voor mij wel. Ja, volgens mij kan je hem weer in competitive gebruiken. Was je limited? En je kan hem gewoon een monster stelen van je tegenstander. En dan of je hem gewoon op voor jouw moeder. Welke rarity is die? Change of Heart? Ja. Yeah. Nou, normaal. Dus, super rare is dit, denk ik. Ultra, volgens mij. Toch wel ultra? Oh, omdat die tekst ook glimt. Ja, 2 cent. Yay! Toen mijn favoriete kaart die gepoeld is. En het ding is, deze set kost 104 euro. Wat? Omdat er zoveel van die... Even by the way, Triple Tactics is een guaranteed set 3,60 euro of duur. Nice. Zo. En dan hebben we het over deze. Ik heb nog nooit van deze kaart gehoord. Oh, je kan, dit is gewoon een Pot of Greed, maat. Dat is een super rare. Dat is 360. 360, hoppatee, monies. Chink, chink, chink. Daar moet ik dus een playset van gaan bestellen, want die is nooit van het geweest. Die Triple Tactics. Ja. Die is echt competitive fireball, dat is niet normaal. Nice. Ik weet niet meer waar ik het... Oh ja. Een broek in. Yeah.
Numero uno. 100. Numeron Dragon. Is niet zo geweldig. Nadir Servant. Eldleach, the Golden Lord. Dat is wel goed voor Eldleach deck, denk ik. Dat is een bosmonster. Oeh, Effect Failer, maar dan een andere rarity. Ik weet niet welke rarity dit is. Maar hij voelt heel nice. Nibiru, the Primal Being. Dat is eentje die je side set kan doen. Of je side deck. Effect Failer ook hoor. Moet je zien dan. Hij komt uit een kaartje. En als je hem voelt... Je ziet dat hij er ook bovenop ligt, zeg maar. Ja. En het is een waifu. Ja, het is volgens mij een guy. Oh, nou ja, is ook verzand. Moet je voelen. Oh, wauw. Nee, dat... Nee, maar het is inderdaad volgens mij gewoon een guy, Milan. Ik weet nog niet of dit een platinum of een ultimate rare is. Nou, dat hele kaartje glimt. Ja, ja, maar ik weet... Ik weet niet exact welke rank die is. Maar hij is sowieso €3,50 of meer. Die gaat in mijn mappie. Hé, hey, maar dit... Oh, dit is wel Dark Magician Girl. Zie, maar ze heeft een ander pakje aan. Dit is Dark Magician Girl, the Dragon Knight. Oh, my yo. Het is een fusie met... Blue Eyes, the White Dragon? Nee, met Tamias. Oh, Tamias. Oh, die ken jij nog, hè? Van, ja, de Seal van de anime. Van de Seal of Orichalco. Ja, oh ja. Exact. Ja, dat is zeker waar. Dat hoor je, zeg maar, elke twee seconden in die hele seizoen. In het hele anime seizoen, ja, inderdaad. Dat is echt niet normaal. Oké, we hebben Down Nerd Magician. Wow, dat is zusje van. Harpy's Featherstorm. Oh, ik heb wel Harpy's Feather Dusten. Tour Guide from the Underworld. Wat? Die is bekend. Lava Golem is ook een OG kaart. Yep. Die gebruikt Merrick. Artemis, the Magistus Moon Maiden. Oh, die ziet er wel vet uit, die kaart. Oh, dat is zo'n Link kaart, toch? Ja. Ja. Dit is zo'n Sandring kaart. Ja, dat is zeker een Sandring kaart. Oh, achter. Zo. Hij had hem net. Ja, ja, daar is die. Sandring kaart. Is zo jammer dat Sandring er nu niet is. Ja. Hij kan hem terugkijken op YouTube. Moet hij zekering doen. Nou, wat is de Sandring kaart? Ja, ja, ja. Dit is een Sandring kaart. Sandring kaart. Ik kom echt net van het eten. Nice. Lekker Sandring. Ik ben net bij de pack opening en het is maar één doosje, gelukkig. Oh, wat beter. Heel ziek. Heel ziek. Blackwing, Simoon, The Poison Wind. Jij bent zo'n Blackwing guy, toch? Ja, ik ben wel Blackwing en deze is niet super. Pot of Prosperity. Dat is een Pot of Greed, maar dan weer anders. Mm-hmm. Is dit die ene waar je twee kaarten kan? Nee, dit is die andere. Oh. Nee, dan moet je 3 of 6 kaarten banishen en een keer 2. Oh, die is hot. Oh. Magician Salvation. Oh yeah. Wat voor dit Dark staat Magician. Staat daar gewoon in de Magic Jammer? In de Magic Circle. En dan poelt de Dark Magician eruit. Lackering. Tribe Great Revolt. Lightning Storm. Oh, wow. Oh. Is die goed? Ja. Dit is een stapelkaart. Kijken. Oh, dat is deze ook... zet het helemaal op een stapelkaartje, joh. Oeh, die voelt ook weer... Wat? Dat is voor mij dezelfde rarity als die Effect Failer. Denk ik? Nee, nee. Nou, het is net iets anders. Net geen monocle of zo. Nee, het is net iets anders. Nee, deze... Ja, deze die is... ligt er echt op. En dat is bij die... Ja, deze ligt er niet op. Nee, deze is anders inderdaad. Deze heeft ook sparkling aan de, en aan de zijkant ook qua glitters en de glinstering. Mm-hmm. Maar Lightning Storm is sowieso goed, dames en heren. Dus, dat heb ik geleerd van, hoe heet het ook weer, Master Duel. Lightning Storm moet je sowieso in je deck hebben. Totdat die geband wordt of genervd. Ik wil ook Magician Salvation in mijn sleeve doen. Die vind ik ook wel hot. Hop. Ik heb al een tijdje ook geen packs geopend, moet ik zeggen.
denk al een paar maanden niet. Ik denk dat die Lightning Storm een guaranteed 3 euro of meer is. Big jongens. Big money. Monies. We love the monies. Striker Dragon. En die vindt Jordi leuk. Is dat een Jordi kaart? Ja, die heeft er in de link gespeeld. Deco Talker Heatsel. Predaplant Drago Stapelia. Die wilde ik eigenlijk helemaal niet, want die heb ik echt zo vaak al. Magicalized Fusion. Oké, dat is voor deze. Eventueel, potentieel. Nou, hij wordt wel andere kaarten gebruikt. Ja. Is voor elke fusiekaart met Dark Magician, toch? Voor mij. Voor spellcasters. Ja. Ah, oh, nice. Is Polymerization niet goed genoeg? Nee. Je hebt ook super polymerization, hè? Dus, Ja, misschien dat je deze nog met een andere kaart kan zoeken in je deck, eventueel. Nee. Ja, misschien wel. Even kijken. Compulsory Evacuation Device. Dat is dan ook een old school kaart. Dat zeg jij niet? Nee. Nou. Oh, dat was hem al. Maar dat is wel een leuke old school kaart. Ik vind dit wel een leuke set tot nu toe. Ik vind dit veel leuker dan de vorige die we hebben gedaan. Met, ja? Met die tints. Ja, mooi, hier ben ik blij mee. Terwijl ik een hoesje inhaal. Oh, deze ken ik ook. Dat is Dingirusu, de Orcus of the Evening Star. Die heeft Basseman een keertje voor me gepoeld. Ik gaf hem een pakje en hij poelde die. Is op YouTube te vinden. Dogmedica Punishment. Dark Ruler No More. Ook een goede stapel. Chaos Space. Artifact Langia, maar dit is van die artifact daar. Dat is echt het archetype waar ik geen fan van ben. Maar in mijn Lensjas wordt ook gewoon niet voor die archetype gebruikt, maar zo'n puur een handtrap. Oh, echt? Ja. Dus eigenlijk net zoals... hoe heet die ook weer? Niet Seamoon, dat is een stand. Zoals Effect Veiler. Effect Veiler en Ash Blossom. Ghost Oker. Nibiru. Ja, en die ene, die kaart die je naar het graf kan sturen en als mensen special summonen dat je dan een kaart kan trekken. Iets met C. Ja, Maxi, ja. Blue Eyes Abyss Dragon. Nice, dat is weer eentje voor de Blue Eyes. Ash Blossom, stapel. Heel ziek. Nog een keer Striker Dragon. Ice Barrier. Nog een keer Lightning Storm. Nou, Paddy. Ik kan bijna mijn deck maken. Ik was trouwens op Comic-Con. Toen ben ik ook gaan kijken naar... want ze verkochten ook losse kaarten. Mm. Nou, ik zag dan wel van die... van die Cubics, zag ik. Maar dat waren geen monsters. Het waren alleen maar spells en traps. En dat waren niet eens de goeie. Dus dat was ik wel teleurgesteld. Dat is toch een leuk deck, hoor. Ja, dat sowieso. Maar je moet al wel de goede kaart hebben. Trouwens, voor mijn gevoel zit ik niet echt lekker. Dus ik schuif even naar voren. En dan ga ik even zo achterover zitten. Oh, dat is veel beter. Voor mijn rug ook. Magician's Salvation. Die hebben we al gehad. Artemis the Magister's Moon Maiden. Die is voor Sandring. Lekker Sandring. Nightmare Unicorn. Oké. Pot of Desires. Banish 10 draw 2. Dat is een main staple voor de Cubics deck die ik gebruik. Deze? Ja toch, Pot of Desires? Nee. Niet? Dat is Pot of Prosperity volgens mij. Dat is een Prosperity. Kijk, banish 10 kaart from the top of your deck. Oh nee, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Oeps, might be. Misschien dat hij er wel in zit. Oeh, dit is ook een Sandring kaart. Selene, Queen of the Master Magicians. Wauw. Sandring. Zo'n kaartje. Weet je welke kaart ik wat voor Sander vind? Nou? Trap Tricks. Ja, die hele archetype is wat voor Sandring. Ja, zeker wel. Dat zijn allemaal waifus. Van allemaal te jong. Dat wel. Dat wel. Dit is Joker. Time Thief Redoer.
Downward Magician. Nog een keer Nibiru, The Primal Being. Nibiru. Code Talker Inverter. Ancient Fairy Dragon. Ah, dat is van de 5D's era. Ja. Nice. Ook een soort van OG. Ja, hij is ook wel OG. Ik vind hem wel OG. Want ik eigenlijk alles voor pendulum is OG. Wow. Waarom die haat tegen pendulum? Nou, niet per se haat tegen pendulum, maar dat is gewoon zo. Ja, daar heb je wel een heel goed antwoord op, Sander. Ja. Ik val niet op mensen die mijn leerlingen kunnen zijn. Oké. Okay. Nightmare Unicorn. Deco Talker Heatsol. Deco Talker Heatsol. Jammer dat het niet nog een keer dezelfde is. Cherubini. Ebon Angel of the Burning Abyss. Nooit van gehoord, maar daarna... Een goede kaart, toch? Zeker ja? Met de link klein. Hij is wel vet. Hij ziet er wel vet uit. En dan de special summon je deze. Ja. Samen met Sir. Ja. Dan ga je linken naar link 3. En dan kan je met Sir er eentje weer terughalen vanuit je graveyard of uit je deck. Oeh. Dat is wel nice. Is om te onthouden. Called by the Grave. Ik snap nog steeds niet waarom die kaart gelimited is naar 1. Hij ziet er wel heel mooi uit. Dit is weer die... Het is hetzelfde als die Lightning Storm. Dat is een plaatje. Oh, ja, dat is inderdaad zo. Oh, Sander vraagt trouwens iets aan jou, Nando. Wat, Nando? Omdat ik oké okay zei. Nou, dat is goed. Oké. Okay. Die wil ik wel slieven. Dat ging over je opmerking die je had getypt. Ik zeg oké. Okay. Kijk, als je leerlingen 18 plus zijn, waarom niet? Ja, ik kan toch ook leerlingen hebben die 25 of zo zijn? Ja, dat kan altijd. Huh? Ja, middelbare school. Maar je hebt mensen die blijven zitten 3 keer achter elkaar. Dan nog word je geen 25. Nou, 23 na 20. Oh, middelbare school is dan 20 max, denk ik. Nou, dat is toch wel 20. Change of Heart. Forbidden Droplet. Ook die heb ik. Ja, dat is ook een stapel. En die heb ik al echt 3 keer. Wat betekent dat het een nietje is? Een nietje? Een stapel. Een stapel, dat is iets wat je eigenlijk in elk deck kan gebruiken. Bijvoorbeeld je hebt een deck van 30 kaarten en 10 kaarten van de 40 zijn 9 van de 10 keer stapels. Okay. My Dragon of the Swamp. Is net zoals My Cargo, maar dan My Dragon. Red Eyes Flare Metal Dragon. Oké, die is wel vet. Volgens mij heb ik al eentje daarvan. Summon Limit. Dit is wel een beetje... Dit is ook een old school kaart, maar die is niet zo goed. Oké. Ja, klopt. Het kan wel 18 is VWO, dus max 20. Want bij 3 keer blijven zitten, zwak je wel een niveautje af. Ja, het kan, hè. Het kan altijd. En anders moet je universitair natuurkunde gaan geven, Sandring. Ik weet niet of je dat je wat lijkt, maar dan heb je wel de lekkere leerlingen. Alleen ja, je moet er vanaf blijven, dat wel. Dus misschien is het maar beter dat je de middelbare school doet. Wat zei je? Dat je lekker bij de middelbare school... Ik geef scheikunde gast. Oh. Scheikunde, natuurkunde. Dat is voor ons allemaal één pot nat. Eén pot nat, ja. Elder Entities. Lone Fire Blossom. Nog een keer Dingirisu, The Orchestra of the Evening Star. Dit is niet normaal meer. Pot of Extravaganza. Dat is wel degene die we gebruikten, toch? Nee. Niet? Extravagance. Jawel, klopt. Ja, dat is wel... Jordi is ook alweer terug. Blue Eyes Abyss Dragon. Voor Jordi's Blue Eyes collectie. Ik wil die Extravagance wil ik wel even sleeven. Vind ik wel een leuk kaartje. Natuurkunde Practicum is kut. Dat is geen één pot nat. Oh. Nou, maar daarom zei Milan ook voor ons. Voor ons is het één pot nat.
One jar away. Yes. Reasoning. Oh, die heb ik in de progressieserie tegen Jordi wel eens gebruikt. Ook een goede voor Cubic deck. Ja, die heb ik ook in de Cubic deck gebruikt volgens mij. Ik zie wel een beschadiging op die kaart. Zie je dat? Ja, in je boven? Ook. Ja. Ja. Een puntje. Wat zijn, want, dat is waar, want jullie zijn dombo's op dat gebied. Ja. Het is smarty pants dat het ons niks uitmaakt. Dat kan ook natuurlijk. Het ligt eraan hoe je het ziet. Magicalized Fusion. Dat is wel... Die hebben we toch al gehad? Ja. Het ziet er anders uit. Herald of the Arclight. Volgens mij is dat ook wel... bij sommige decks wordt dat gebruikt. Ik denk bij Fairy decks. Het is een combo piece. Masked Hero Dark Law. En dat is in diezelfde rarity als... hoe heet die ook alweer? Ja, Ijsblossom. Die andere. Effect Veiler, ja. Oké, die is wel vet. Reinforcements of the Army. Oh, vet. Die is ook in die rarity als... Godverdomme. Effect Veiler. God damn it. Reinforcement gaat in de sleeve. Sleevion. Is ook een Pokémon. Natuurlijk kunnen Practicum laten een appel vallen en kijk of het de leraar raakt. Chaos theorie. Yes. Gewoon als je het niet weet, gewoon yes zeggen. Ik geloof erin. Nieuwe kaart. Yay. Scherpstellen, yay. Spellbook of Judgment. Win the Wind Channeler. Ook de jong. Danger, Jackalop. Is dat wat voor Shandry? Voor zijn les? Dimensional Barrier. Dark Ruler No More. Oh, dat was hem al. Die is wat minder. Oh, niet sliden. Dat doet me denken aan Mikael Wiens clip van Even tot hier. Ja. Even tot hier. Junk Speeder. Als hij wil scherpstellen. Ja. Nog een keer Reinforcement of the Army. Baron de Fleur. Die is goed. Dat weet ik. Dat is echt een... Goeie endbos. Dat is een multi-counter. Multiple effects. Dit is mijn tweede. Ik heb er al eentje. Maar I'll take it gladly. Lava Golem. Speciaal voor Jordi. Cyber Angel Benten. Nou, die is niet zo Benten. Volgens mij is die Secret Baron, of niet? Baron? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Nou, dit is een Secret. Dat is 4 euro. Hoppeteng! Ik denk niet dat ik de 100 euro terug ga krijgen, maar... Nee. Het is een begin. Dit is een vorm van gokken, Nando. Ja, dit is echt een extreme vorm van gokken. Zat er een goede tussen van boven de 100 euro? Er zit er eentje tegen de 100 aan. Tegen 100 aan nog wel. 99,95 euro. Laten we die even poelen dan. Ash Blossom en Joy Spring, versie 5, Quarter Century, Secret Rare. Nou, dat is wel heel wat. ondertussen hebben we Borreload Savage Dragon. En dat is wel een van de kaarten die ik wilde. Nice. Fallen of Albis. Dat is voor de Albis shizzle. Die zie ik op Master Duel vaak. Evenly Matched. Dogmatica. Ecclesia the Virtuous. Dit is ook een Sandring kaart. Zou ze te jong zijn? Nee, ja. Ik niet. Lastig te zeggen. Ik geef je een pas, want ze is een held. Dus, Celine, Queen of the Master Magicians. Dit was ook een Sandring kaart. Het is ook weer met zo'n vette rarity. Ja, het is wel een Sandring kaart. Yes, yes. En dit is ook een Sandring kaart. Deze gaat in de sleeve. Voor in mijn mapje.
We zijn er bijna, jongens. We zijn denk ik... Queens zijn sowieso niet te jong. Nog een kwart te gaan. Queens zijn sowieso niet te jong. Nou, wacht maar totdat... Oh nee, dat kan niet meer, want we zijn allemaal meerjarig. Nee, niet allemaal. De prinsesjes zijn niet allemaal? Nee, de jongste nog niet. Ja, oké, er moeten wel heel wat doodgaan, maar... Tour guide from the underworld. Alpha, the master of beasts. Lone Fire Blossom in een andere rarity, nice. Ash Blossom en Joyous Springs, maar ik denk niet dat het de rarity is die we nodig hebben. Die is ultra. Ultra, sad. Maar die is voor mij ook sowieso, wat zei ik nou, €3,60 of meer? Ja, zoiets. Vision Hero Verith, maar Ash Blossom... Ik heb heel veel Ash Blossom volgens mij ook al, maar niet in deze rarity. Ja, Ash Blossom verkopen altijd in die fit. Dat is waar. Die verkopen altijd. Fucking vet. Hoppatee. Ik heb voor me ook iets van 15 Ash Blossoms thuis liggen, maar ik gebruik ze alle 15. Oh. Gewoon puur omdat ik niet continu van dek hoef te wisselen. Dat is wel fijn. Dat je gewoon bij bepaalde decks heb je ze alvast liggen. Ja, maar niet dat ik zit van, oh, ik ga nu vandaag met dat deck spelen. Ik moet mijn Ash Blossoms verder uit dat deck halen. Ja, dat is wel gekut. Nou, nog een keer Lava Golem. Nog een keer Selene Queen of the Master Magicians. Oeh, nieuwe... Fairy Tail Luna, is dit een Sandring kaart, dames en heren? Dit is een 25th anniversary kaart. Oh. Dus bij de rest heb je dat niet aan de onderkant, toch? Nee. Die is hier onderin wel, zie je? Oh ja, ja, ik voelde hem ook. Dat is wel vet. Is dit een Sandring kaart? Zal ik maar even kijken. Fairy Tail, toch? Ja, Fairy Tail Luna. Quarter Century Secret Rare. €1,50. Yes! We zijn binnen, jongens. Kijk, als het nou de Ash Blossom was, was €100. Bruh. Why win the Wind Chandler en Magical Ice Fusion met de mooie rarity. Dit is volgens mij een Collector's Rare. Ligt. Ja, dit is Collector's Rare. Oeh. Dat zie ik aan de shattering per turn eroverheen. Dat is collectors. Collectors rare, dat betekent sleeve. Sleevion. Sleevion. En we hebben... Had je de nieuwe Sandring kaart ook al gezien? Nee, maar dat is niet... Nou, ik moet zeggen, hij gaat er wel meer kort dan Ando. Dus ja, hij gaat er meer kort. Ja, hij gaat er meer kort. Nou, geen zorgen Sandring. Die gaat gewoon lekker in de sleeve. Die gaat in mijn mapje thuis. En die zal daar te bewonderen zijn. Zodra ik kom over... allemaal naar zijn huis. Zodra ik kom te overlijden, komt het in een museum. Ah. Nando heeft een maphuis dus met Sander Waifu-kaart. Ja. Allemaal Sander Waifu-kaart. Maar echt. Tribal Gate, Revolt, als je wil scherpstelling. Ja. Het gaat veel beter dan de vorige keer, vind ik. Artemis, Magistus Moon Maiden. Triple Tactics Talent. Secret. Secret Rare. Die wil ik ook wel slieven. Oeh, Borderload Savage Dragon. En met een leuke rarity. Wauw. Het ziet er mooi uit. Dat is ook een Jordi kaart. Borderload. Ghost Bell and Haunted Mansion. Standard kaart. Oh, Triple Tactics Secret is €6. Yes! Ghost Bell is geen standaard kaart. Geloof mij maar. Een Ghost Bell is geen Sandring kaart. Die meisjes van die archetype zijn iets van 8 jaar oud. Oh. Skip. Oh. Ja, dat kan niet, want die kan Sandring zomaar lesgeven. Want Ash Blossom hoort ook bij die archetype. Ja, maar Ash Blossom is toch wel een Sandring kaart? Of niet? Ik weet het niet meer. We kennen Sandring gewoon een beetje. Sander trekt Ghost Girls. Hoeveel packs nog? Hierna nog 4. Dus we zijn echt aan het einde. En dan gaan we lekker weer Pokémon. Ja, dan gaan we Pokémoning weer spelen. En dan is het weer voorbij. Compulsory Evacuation Device. De Iris Sword Soul. Die had ik nog niet. Sandring kaart. Nee. Kleine boeba's.
Voor kleine jongens. Hey, ik maakte die opmerking niet, wil ik zeggen. Spellbook of Judgment. Elder Entities. Ik kan echt niet tegen hoe je die uitspreekt. Entis. Ja. Elder Entity Entis. Ja. Query. Eldritch the Golden Lord. Die is wel vet. Dat is echt een kut om tegen te spelen, jongen. De Eldritch deck. Ja. Ja. Dat is gewoon set 5 per turn. Mm-hmm. En dan ben je aan de beurt en dan gaat hij alles refillen en dan word je compleet gestunt. En dan kan je helemaal niks. Iris Sword Soul is een Sandorong kaart. Ja. I believe you. Inspect a gadget. Maar dan op een bord. Call by the Grave. Forbidden Droplets in een andere rarity. Ik heb bijna alle rarities van Forbidden Droplets, denk ik. Fallen of Albis. Albis. Dogmatica. Punishment. Dan gaan we naar... Nog drie packs. Nou ja, als je Quarter Century Secret Rare van Forbidden Droplet hebt, heb je 22 euro. Dat is een boel euro. Nou, dat wil ik wel eigenlijk. Chaos Space. Change of Heart. Lightning Storm. Nogmaals. Kaboomie. Galaxy Eyes. Afterglow Dragon. Kaboom. Die is wel mooi. Small World. Oeh, dat is een hele goede. De Sandring kaart. Is dat de Sandring kaart? Ja, Small World. Is dit een goede? Kijk er. In het geval van mijn DDD deck, ja. Oeh. Want die kaart heb ik toen niet gekocht, omdat die toen de tijd rond de 60 euro zat. Pack op die. Moet jij hem hebben? Ik weet niet hoe duur die nou is, joh. 500 euro. 500 euro. Nou. Ik denk dat dit is geen kleur. Dit is voor mij Ultimate of Platinum Rare, één van de twee. Ik denk Platinum. Want zeg maar die rand om de kaart heen, die glimt ook. Ja, nu glimt het omdat de plastic ervoor zit, maar... Waarschijnlijk een Ultimate, dat is 1 euro. Moet jij hem hebben? Maakt mij helemaal niks uit, lieverd. Ik weet niet, heb je hem voor je deck nodig? Het is een combo enabler voor een DDD, dat klopt. Van mij mag je hem wel hebben hoor. Sure enough. I wouldn't say no. Dan hoef je geen 60 euro uit te geven. Ja, maar toen kost die kaart bijvoorbeeld 60 euro. Net zoals Borrel Load Savage Dragon, ja? Ja. Die had ik toen gekocht voor 80 euro. Zo. Een maandje later werd hij compleet gereprint. En zo weet je ook. Fucking kut. Ja, daar ben ik blij mee, want nu heb ik eindelijk een Borrel Load. Ik wil de Borrel Load Savage Dragon al, maar ik kon hem nergens poelen. Kabooming, ik heb 12k. Lekker Sandering. Oeh. The Winged Dragon of Ross, Sphere Mode. Wat? Ken je dat niet? Nee. Ze hebben de Sphere Mode, hebben ze ook een kaart van gemaakt. Waarom? En ze hebben de Phoenix Mode, hebben ze ook een kaart. Waarom? Je moet kutten van deze sfeer mode. Dus je kan dan 3 monsters volgens mij opofferen van je tegenstandersveld om die te summonen op je tegenstandersveld. En die gaat dan heel de tijd heen en weer. Yes. Die gaat in sleeve. Ik doe al die godkaarten doe ik in sleeve. Eldritch, the Golden Lord. Lava Golem in een hele vette rarity. Ja. Dus Starlight. 21st collectors dingetje. Oh, 25th. Ja, quarter century secret rare. Nice. Lava Golem, omdat Ra zoveel effects had in de anime, dus verdeeld over meerdere kaarten. Leem. Forbidden Droplets. Oh, de honderdstal. Lava Golem is 10 euro. Oeh, nice. Kijk, dat is mijn meest waardevolste kaart tot nu toe. Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Wel vette kaart. Ja, en 4000 attack. Wat? Maar je moet 3 level 8 monsters hebben. What? Om te summonen. Nee, niet per se. Je kan hem ook summonen bovenop een andere kaart. Ja, als je een Galaxy Eyes monster hebt, dan kan je hem ook summonen. Je kan hem ook die kaart dat je 2 kaarten mag opofferen en dan 3 kaarten mag pakken. En dat je hem dan monster reborn, dan heb je hem ook. Ja, alleen heeft hij dan geen materials, want je wil materials op dat ding hebben.
Want dan kan je weer het effect gebruiken om andere effecten te cancelen waarschijnlijk. Dat is mijn gok dan in ieder geval. Maar niet in het geval van deze kaart. Wat doet deze dan? Volgens mij kan deze direct aanvallen. Once per turn you can target up to 2 equip cards equipped to this and attach them to this card. Once per turn you can detach one material from this card and target one face-up card your opponent controls to destroy it. Nee. Dus je kan een kaart van je tegenstander vernietigen. Per beurt. En twee kaarten opzuigen, toch? Oh ja, en twee kaarten opzuigen, ja. Dan zou ik gewoon een vernietigd 3 kaart. Easy win. Maar het voordeel is, ik heb liever dat ik ze dan opzuig en dan kan ik destroy. Gewoon puur als jij die kaarten opzuigt, ken je Zeeks dan er ook niet meer bij. Oké, je laatste pakketje. Nou, we weten hoe dat gaat. We leggen hem neer. Geven hem een slappy. Gelijk een slappy Joe. Slappy Joe. En dan moeten we hem even goed openmaken. Even een goede snif. Even een goede snif nemen. Maar ik moet hem wel goed openen. Kijk zo. Klein gaatje. Oké. Okay. Ga hoor jongens. I'm going all in. Hey, dan moeten we Milan even de Team Samurai laten kijken. De Team Samurai. En die slaan die pakjes helemaal aan gort. Nee, maar echt elk pakje dat hij opent. Echt gewoon, hij is extreem overhyped. Qua alles. Voor alles. Zelfs voor de slechte set. En dan zit hij bij elk pak dat hij opent. Dat is echt zwaar cocaïne verslaafd, dus jongen. Misschien is hij wel zwaar cocaïne verslaafd. Nee, dat doet hij gewoon elke keer een paar van die dingetjes zo in het pakje. En dan. Mikey Luck. Ja, eigenlijk wel, hè, Mikey Luck. Mikey Luck, jij mag hem openen verder. Oh, wat een eer. Ik ga even aan de kant. Zal ik gewoon met die stoel even aan de kant? Ja, is helemaal goed, joh. Hey, er zit niet S-Bloss meer in. Als hij S-Bloss meer in zit. Zijn de toppools. Fuck die, bro. Infinite Impermanence, die had ik ook wel gewild op zich. En dit is allemaal ook Quarter Century Secret Rares, hè? Ja, oké. Okay. Op zich maakte. Ja, ik wilde hem dan wel de goede rarity. Ah, okay. Laat maar zien. Doe your thing. Summon Limit? Ja! Ja! Die wilde ik! Yes! Ja! Egyptian God Slime, my man. Dat is gewoon, hoe heet die? Die blauwe slime ook weer? Obelisk. En in de vorm van Obelisk the Tormentor. Dat was een anime only card. En dat hebben ze later gereleased. En dat is de booster box die ik als eerste heb gekocht toen ik weer aan Yu-Gi-Oh! Begon. Okay. En ik heb er 2 nog liggen. Nee. Gesealed. Okay. Nee, oh, dit is echt nice. I love Egyptian God Slime. Het is alleen, hij is niet super goed. Maar hij is zo sexy, maat. Oh. Nice. Die gaat er ook bij. Oké, ga maar door. Ja. Ghost Bell Haunted Mansion. Je bent niet in beeld, nou. Nee, niet? Oh. Nee, ik ben, nee de kaarten bedoel ik. Oh, nee, niet. De kaarten zijn heel belangrijk. Zo, ja. De Iris Sword Soul. Verstand Ring. Ja, en number 100. Oh, number 100. Number 100, Numeron Dragon. Ja. Lekkering. Ik ben blij. Dat is fijn. Ja, dat is top. Nee, ik ben blij. Ik ben tevreden met deze set.